Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 Breaking Point, aflevering nummer 6. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dan kan rechtboven het i'tje, klik daarop natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 career mode content. Schakel ook een lekker pennetje als je een enkele aflevering van me mist. Like het als jij hem leuk vond, dislike me als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikers met de beschrijving gaan we gewoon lekker door met de aflevering. Casper Jackson is faster than you. We need you to let him pass. Do you copy, Casper? Let Jackson pass, please. I don't understand. You can have the place back if you can't pull away. Is he lapping quicker? Yeah. He's behind you, Casper. Confirm you'll let him pass, please. Look, he's not close enough. Come on, Casper. Casper, don't do this. He's not faster. This is a team order. Do you copy, Casper? He's not faster. Oeh, een team order is hier gaande in Canada. Wij moeten Jackson niet voorbij laten. We gaan dus tegen het team in. En of dit zo verstandig is, weet ik niet. Maar het is het doel van dit scenario. We zetten wel paars in sector 1 neer. We zitten in de ronde nummer 15 als Jackson gewoon op 2 seconden is gereden. Dus hij is totaal niet sneller. We dringen aan bij Lando Norris. Gooi onze overtakenop aan. En kijken naar de binnenkant. Maar Norris laat daar geen ruimte over. En duwt ons gewoon van de baan af. En Jackson is weer naar ons toegereden. Ziet zijn kans schoon. Gaat denk ik voor een aanval. Die moeten wij zien te verdedigen. Jackson zit in de slipstream. Maar hij durft geen aanval te wagen. Dat is triest. Op zijn zacht gezegd. En nu moeten wij weer naar Lando Norris in toe te rijden. Dat is inmiddels gelukt. Jackson weer op 1,6 seconden gereden. We gaan het dit keer nog een keer proberen naar die binnenkant. We schieten wat door. En Norris kan gewoon die plek weer terugpakken. Dan hebben we hier dan wel het DRS gedeelte. Hebben ook wat IRS om mee te spelen. Lukt dat? We kijken naar de buitenkant van Lando Norris. Hij remt niet en spint. Norris is gespint daar. Dat is jammer voor de Brit. Wij zijn inmiddels bij Charles Leclerc toegereden. Kijken naar de buitenkant. Hopen we een betere exit te hebben dan de Monegasque. Dat is ook, maar Leclerc rijdt op mediums. We zitten alweer in de ene laatste ronde van de wedstrijd. We moeten nog even geduld hebben. Hier dan. Jammer, maar helaas. Ik dacht, daar hebben we dan een aanval. Maar we hadden een momentje op die curbstone. En we moeten nog even wachten. Kijken naar wel naar de binnenkant. Maar daar was geen ruimte. Zitten inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. Dan is het hier dan gebeurd bij Charles Leclerc. Jazeker. We duwen hem daar mooi wijd. Dan is Ricciardo de volgende. In zijn McLaren. Heeft daar een betere exit dan ons. En Jackson, zijn achterstand is 1,8 seconden. Dus hij is niet sneller en blijft gewoon steken op een P8. Wij gaan dus hopelijk naar een P5 toe. We moeten het zometeen op het rechte stuk gebeuren. Dat is onze laatste inhaalkans voor P5. We hebben hier overtakenknop. Gooi onze DRS open en we zijn er mooi voorbij. Dat is goed om te zien. Lewis Hamilton wint de wedstrijd. Verstappen naar P2, Perez naar 3, Bottas 4 en wij dus naar een P5. Ondanks die teamorder genegeerd, toch knap gedaan. En kijken wat Jackson hiervan te zeggen heeft. You've got to ask yourself, what is going on behind the scenes at Aston Martin?
this rivalry between the two drivers, it's simply not going away. You wonder how many more points they're going to squander. I think Aston Martin have got a real problem here that they need to deal with. I don't know how, but they've got to address it. You think of what happened in Mexico last season. The two drivers took each other out of the race completely. How long before we see a repeat of that? As you so rightly say, Ant, something's clearly not right over there. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. What was that? Hey! Just leave it. No! Just talk to me for once! Just let go! Back off! Why do you have to be like this? Oh, so I'm the problem! You won't let me pass! You won't even talk to me! You want respect, you give respect! That's how it works! How about you give me a little respect? How about you earn it first? How am I supposed to do that? I'm all ears! You give me space out there! What's your problem? Trying to win. Oh, and that makes you special? You're a nightmare, Caspar. I'm fine. Well, you won't have to put up with me for much longer. What's that supposed to mean? I am sick and tired of all this. I'm done. You're what? I'm retiring. Wait. What? Caspar! 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 Work to maintain tyre temperature, Caspar? Is the safety car for Aiden? Aiden's had to come in. Now's a good time to catch up with the field. Yeah, I'm trying. Aha, there's a safety car. Jackson is dus uitgevallen en we moeten nu dus naar Nicolas Latifi zien toe te rijden. Het gat is best wel groot, 24,7 seconden, maar Latifi is al bij de rij en wij kunnen gewoon vol gas doorpushen. En we zijn dus naar medium banden. Daar zitten we dan dus achter Nicolas Latifi. We rijden op P19 en de safety car duikt naar binnen. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. We moeten dus in positie blijven tot de groene vlag. Ik zit wel een beetje te kijken bij Nicolas Latifi. We moeten de banden en de remmen op temperatuur houden. Anders is het gedaan met ons. Want als wij geen temperatuur in die banden hebben, dan zijn we gewoon steeds de auto kwijt. De safety car gaat nu de pitlane in. Max Verstappen mag volgens mij het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. Wij dus naar een P19 als Casper Ackermann. Zitten een beetje te kijken bij Nicolas Latifi. Groene vlag, we gaan weer racen hier in Oostenrijk. En we halen Latifi al gelijk weer in. Maar hij komt terug. Latifi komt terug. Wie rent er het laatst? Wij dus. We kunnen misschien gelijk doen naar Nikita Mazepin in de Haas. Komen in de slipstream, kijken naar de buitenkant. Paars in sector 1, maar we kunnen daar nergens naartoe omdat Esteban Ocon ons gewoon blokkeert. Kijken dan dus naar de buitenkant. En we hebben Mazepin en Ocon dus ingehaald via de buitenkant. Interessant dat dat zo kan, maar schijnbaar wordt dat niet bestraft. Russell. Naar de buitenkant? Nee, dat lukt helaas niet. We moeten het even anders gaan proberen.
Hier dan aan die binnenkant gezet, duwen Russell gewoon naar het grind toe. En dat is P15. Schumacher ook al gelijk gepasseerd. Nou, Schumacher geeft niet op. Remmen als laatst en het is P14. Giovinazzi is de volgende. En die is hier dan al gepasseerd. We rijden op een P13. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. Het gat is 17e ongeveer. Er zit een paars in sector 1 neer. Kijken naar de buitenkant van Tsunoda. Hebben hier meer exit snelheid en dat is gelukt. De volgende heet dan Charles Leclerc. Die moeten we ook gaan zien te passeren. Hij verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Remmen heel laat. Pakken daar ook gelijk Carlos Sainz mee. Lukt dat? Dat lukt. Carlos Sainz. Nou hoe? Hij geeft niet op. Nee, helaas. Leclerc en Sainz vallen elkaar weer terug aan. We raken daar net niet Charles Leclerc. En Sainz moet nog even wachten. We proberen het daar via die binnenkant bij die curb zo. Maar het was niet gelukt. Dus één Ferrari gepasseerd. Nog één te gaan. Dat heet. Die heet dus Carlos Sainz. Hier dan op de exit. En we zijn er voorbij. Nou. Sainz geeft niet op. Maar we remmen dus als laatst. Raken ook de Spanjaard. En dat is P10. De volgende heet Devin Butler. En we hebben DRS van de Brit. We kijken naar de buitenkant van Butler. En hij raakt net niet Danny Fiat. Nee, dat is per ongeluk Pierre Gasly. Mijn fout. Ik zag even Fiat, maar dat was dus Gasly. Butler hebben we dus gepasseerd. Gasly is de volgende, maar dat lukt helaas net niet. Dat lukt net niet. En we moeten het overnieuw gaan proberen. Hier dan naar de buitenkant kijken. Gasly geeft niet op. Hij zit daar nog aan die binnenkant. Maar dit keer zijn wij dus mooi voorbij. De volgende heet Daniel Ricciardo op een P7. In ronde nummer 12 van de wedstrijd. We kijken bij de Australië, maar dat scheelde heel weinig. Dat scheelde heel weinig of we hadden een voorvleugel kapot gereden. Hier dan op de exit. Jazeker, dat lukt heel mooi. De volgende heet Lando Norris. We kunnen niet aanvallen, want Norris verdedigt scherp. Hij valt ook Fernando Alonso aan. Maar dat lukt niet. Alonso verdedigt die binnenkant. Wij kunnen er niet langs. En Norris profiteert gelijk mee. Alonso en Norris knokken voor een P5. Norris heeft die plek veroverd. Alonso is hier dan de pineut. Vraagteken. Hij verdedigt heel scherp. Wij kijken weer naar de buitenkant. Alonso remt heel laat. Maar we hebben hier op de exit mooi te grazen. Norris moet er dan nu gaan zien te passeren voor een P5. En dat is gelukt aan de buitenkant? Jazeker. Meer snelheid meegenomen. Verdedigen daar wat hard. En daardoor kost dat mij een aanval. Norris duwen wij daar wijd. Maar hij zit daar gewoon nog. Heel knap van de Brit. En we moeten hem daar gewoon even laten gaan. Anders was het een touché. Hard maar fair racen. Dat is het. We kunnen hem hier dan op de exit pakken. We hebben hier DRS. En we zijn er voorbij. Dat is P5. Je ziet wel een klein beetje door. Maar Norris kan niet terug aanvallen. En dat is goed om te zien. Nog 4 rondes te gaan. Nou, Norris kan wel terug aanvallen. Jazeker, dat doet hij ook. Maar we duwen hem daar mooi wijd. En hopen dat hij hier dan niet terug kan komen. Antwoord is nee. De volgende heet Sergio Perez voor P4. Daar hebben we dan de Sergio Perez in ronde nummer 15 van 18. Nog 3 rondes te gaan. We gaan zo meteen ronde nummer 16 alweer in. We zetten groen in sector 1 neer. Groen in sector 2. Bottas rijdt 19e voor ons. Perez rijdt 13e voor ons. We hebben hier een betere exit dan de Mexicaan. Lukt dat? Nou, die topsnelheid van de Honda is ook niet slecht. We remmen daar heel laat. En een klein beetje door zijn de auto daar bijna kwijt. En Perez is daardoor ons gepasseerd.
En we moeten die aanval opnieuw gaan zien te proberen bij Perez voor een P4. Bottas vindt het allemaal wel fijn, want daardoor kan hij wegrijden van ons. We hebben DRS en overtakeknop zitten in de slipstream van Perez. We kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Meer snelheid meenemen in die bocht. En dat is gelukt. Jazeker, dat is gelukt. Bottas dus op een seconde. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Nog twee rondes te gaan. En Bottas is hier dan het haasje. We zijn er voorbij. Jazeker. Met de DRS. En we laten hem niet leven, want we kruisen gewoon gelijk terug naar zijn lijn toe. Kan daar ook niet tegen aanval doen, maar we hebben daar een moment op de exit. En Perez raken we. Perez heeft zijn voorvleugel beschadigd door ons. Dat was far too aggressive. Hou je mond, Jeff. Dit is racen. Dit is hoe het hoort te zijn. Het boeit me helemaal niks wat je denkt. Ik ga gewoon Bottas achterna in de ene laatste ronde. Want zometeen gaan we de laatste ronde alweer in. Max Verstappen leidt de wedstrijd voor Lewis Hamilton. Kunnen Bottas hier dan passeren op de exit? Lukt dat? Nee, want Bottas heeft zijn overtakeknop aanstaan. Laatste ronde loopt. We kijken naar de binnenkant. Het was daar heel close met die muur. Maar dat hebben we mooi gered. En P3 is van ons. Een podiumplek is dus binnen handbereik. Dat is goed om te zien. 200 fuel remaining. Gat naar Hamilton is 8,9 seconden. Dat rijden we niet meer dicht. Gat naar Verstappen is 12,7 seconden. Max Verstappen gaat de GP van Oostenrijk winnen. Hamilton naar P2. We maken er een dubbel Nederlands feest van. Want wij komen thuis als P3 pakken een podium voor Aston Martin en dat is goed om te zien. Het was fel, iets te fel, maar een podium, daar teken ik voor. Ackerman's done well to finish in the points there, but in stark contrast to his Aston Martin teammate Aidan Jackson, who didn't even finish at. Yeah, Jackson's looked off the pace all weekend. His performance just isn't where it should be. You can see the odd error creeping in on track too. Well, if you believe the rumours, the Aston Martin camp is not the happiest of places right now. Yeah, and that can affect even the most experienced of drivers. I just hope Jackson gets his act together. He's a promising talent and he's much better than this. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. Maar goed, deze aflevering van F1 2021 Breaking Point zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan en vertel me ook waarom je niet hebt genoten. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 gameplay content zoals Breaking Point en My Team Career Mode. Schakel ook lekker belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media en gebruik hem in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021. En we zijn met Breaking Point en My Team Career Mode.